Goedemorgen iedereen. Hey. Ik ben met Céline. En we shooten vandaag voor een mockbird. We hebben zelf horloges ontworpen met mockbird die binnenkort online komen. Yeah. En vandaag shooten we in Brussel. Maar het weer is spijtig genoeg echt kut. We hebben echt een slechte dag. En terwijl het de rest van de week mooi was en mooi gaat worden. Allee, gisteren was mooi, hè? Ja. Maar ja, oké, we hebben onze jassen bij om over onze kleedjes te doen. En we gaan twee locaties sowieso doen en dan gaan we zien als we nog een derde locatie nodig hebben. We zijn op de tweede locatie, maar het regent. Het is een rooftop bar, maar we kunnen ook wel binnen shooten, denk ik. Dus ik gok dat we dat gaan doen. Oké, we zijn aangekomen. We zijn bij het museum van de muzikale instrumenten. Of van muzikale instrumenten of zoiets. Ik weet het niet. En dit is het uitzicht. Kei mooi. We hebben hier ooit al eens foto's gemaakt. Maar het regent en we mogen niet hier op het balkon, dus we zijn aan het wachten. Als we de toestemming krijgen, ja of nee, en anders gaan we op een andere plaats foto's maken. We zullen zien. Hè. Trouwens, het kettingje aan, wat we hebben ontworpen. Oei, mijn is gedraaid. Met de sterretjes en het maantje. En ons horloge. Back to those days, I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good, I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where is my childhood? Lyrics legendary, like I am Robin Hood. Flow is flowing good, like I am some driftwood. We zijn nu in een park in Brussel. Welk park is dit? Vondelpark. Okay. Het Jubelpark dan of zo, nee? What park is this? This is Brussels. What's the name? Brussels Park. Brussels Park, man. Really? Okay. So this is Brussels Park. As you can see, Brussels Park. Here's it. Hey! Oké, derde locatie is dit, in het park. In het park, met losgeslagen wild. Right. En Harry. Hi. Hi, Harry. Welkom in de vlog, Harry. Hi. Brittany, hi. Onze shoot zit erop. It's a wrap. Céline heeft al wat kleren terug aan, maar ik ben nog steeds in mijn zomeroutfit. Want ik heb alleen een jogging en die is in de auto. En het hotel heeft echt de mooiste lift die je ooit gezien hebt. Wauw. Ondertussen terug thuis van Brussel. With the fam. Hey fam. Hey, met de tulband hier tegenover mij. En papa heeft HelloFresh gemaakt. Mm. Ziet er zo uit. Ziet er goed uit. Dus ik hoop ook dat het lekker gaat zijn, maar ik denk het wel. Oké, een pakje aangekregen van Real Subs. Woehoe. En dat is normaal gezien een vaselburn. En een zweetband. Maar daar zal ik jullie in een andere video wel meer over vertellen, want te moeilijk om in deze video te laten zien. Maar het ziet er alleszins, als je daar eens aan trekken, zo uit. Goedemorgen iedereen. Het is de volgende dag. En ik heb jullie gisteren mijn vaselburn laten zien. Ik zei in die vlog dat ik dan een andere vlog ging doen, maar ik ga het toch vandaag even laten zien. Ik heb dit al gebruikt. Omdat Dylan mij had uitgelegd hoe dat moest en zo, en die heeft dat. En wat dit product eigenlijk doet is vet verbranden en ook uw vel dunner maken. Maar ik zal nog wel eens in de Q&A aan Dylan vragen of zo wat het precies doet. Q&A komt normaal gezien de volgende video of de video daarna, ik ben nog niet zeker. Dus dit smeert je eigenlijk op de areas waar je vet wilt verbranden. Ten eerste, je kunt het niet
gewoon gebruiken als je veel vet hebt en je denkt, ik wil mijn vet verliezen, ik smeer gewoon dit en voor de rest doe ik niks. Nee, je moet wel sporten, plus je moet gezond eten, want anders dan werkt het niet. Ik merk ook op de dagen als ik niet gezond eet, dat ik dat veel minder voel branden. Dus ik denk ook wel dat dat meer brandt als je ja, minder, moet je dat zeggen, minder uitgezet bent of zo. Dus ga nu niet dit kopen en denken, oh ik wil afvallen en ik ga dat smeren. Nee, zo werkt het niet. Je moet dat wel echt combineren. Oh, ik ga even mijn arm neerzetten. Oh, mijn arm doet al pijn. Ik heb gisteren, eergisteren triceps getraind. Dus, oh, nu echt pijn. Ik ga zelfs trainen. Ik denk binnen, het is nu 11 uur om 2 uur, dus binnen 3 uur. Ga ik trainen samen met Sanne in Diepenbeek. En ik ga nu dit al aandoen. Ik doe een zweetband aan boven mijn Vasoburn. Omdat dat dan nog harder brandt en nog beter werkt. Dat is niet verplicht, maar dat heeft gewoon nog meer effect. Je kunt wel op een week 2 tot 3 mm verliezen. Dus dat is wel kei goed. Ik ga dat nu nog 2 weken doen, elke dag tot aan Ibiza. Dan gaan we zien wat voor effect dat heeft. Oké, ik ga jullie laten zien hoe ik dit aandoe. Het is eigenlijk echt heel simpel. Ik hoop dat jullie het zo zien. Even die stoel aan de kant zetten. Maar het is echt gewoon heel simpel. Het is echt niet moeilijk. Doe gewoon dit. Wacht, ik ga het een paar keer met de duwen, denk ik. Ik doe... Ja, je kunt een beetje kiezen wat je doet, maar ik doe ongeveer... zoveel, omdat ik dat ook op mijn luifhendels smeer. Ik smeer vooral op mijn onderbuik. Een beetje hier. Goed insmeren. En dan doe ik dat ook op mijn luifhendels hier. En vanaf het moment dat je dat smeert, voelt je dat echt al mega hard pikken. Dat jeukt, dat pikt. Dat is echt niet normaal. Wees gewaarschuwd als je dit... Wat is dat uit? Ah, dat is mijn mama, iPad. Als je dit product wilt gebruiken, is echt... Dat is niet normaal, hè. Het is niet zo even... Oh, dat gaat een beetje branden. Dat is echt wel... Ja, dat brandt echt wel heel fel. Even drogen. Come on. Dat een beetje intrekt. En dan ga ik mijn band daar rond doen, maar dat jeukt. Oh, je wilt echt zo keihard krabben, maar mocht je niet doen. Oké. Dan gaan we dit er rond doen. Dit is nu wel een hoge band. Ik had wel een andere band eerst, maar ik ga deze vandaag eens proberen. Voilà. Mijn legging daar terug over doen. Oké. Voilà. En nu heb ik dus de band aan met het brandspul. Ik laat dat 6 uur erop. Heel belangrijk ook voor ik iets doe. Mijn handen heel goed wassen. Want anders dan... Als je nu ogen wrijft nu of je doet iets, dan gaat dat echt zwart pijn doen. Believe me. Dat is echt niet aangenaam. Het is echt heel goed je handen wassen. Ook onder je nagels. Want als het product zo onder je nagels zit, als je lange nagels hebt, wat ik alles heb gehad, dan is dat niet aangenaam. Want geloof me, dat brandt echt heel hard. Dus als je dat wilt proberen... ik heb mijn van Real Subs besteld. Ik zal de link wel onder in de beschrijving zetten of hier zetten. En ja, be warned. Brandt echt super hard. Is echt... Nu voel je het nog niet echt, maar zelfs als ik zo wat meer ga zweten en bewegen en zo, dan ga ik dat keihard voelen. Plus, ik ga sporten en ik laat die aan om te sporten. En dan is het echt het ergste. Dan gaat dat echt pikken, branden. Dan denk je echt, oh nee, ik wil dat uit.
Maar ja, je moet dat aanhouden. Allee, je moet dat niet, hè. Dus niks is verplicht, hè. Maar ik hou dat wel aan. Zo, dat was het voor vandaag voor deze vlog. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Vergeet ook zeker niet om te abonneren en een leuke comment na te laten. En ik zie jullie overmorgen.